allemaal. Ik ga een nieuwe layout maken met de Gorgeous Kids. En ik heb daarvoor drie foto's uitgekozen van een wandeling die we met ons tweetjes maakten. En een achtergrondpapiertje, geloof ik, van een Basic Kids, denk ik. Ik ben wel niet zeker. En dan dit mooie felroze papiertje. Ik wil deze layout vooral opbouwen met embellishments. Dus ik ga heel weinig papier, echt papier eigenlijk, gebruiken. Ik gebruik ook de cutfile die erbij zit. En die knip ik direct kapot. Ah, mag hè? Ik heb die niet helemaal nodig. En ik ga eigenlijk, ik heb uit een van de papieren heel veel bloemetjes geknipt. Heel veel bloemetjes. Ja. Ik knip al eens graag, maar dit waren er wel heel veel. En hier ga ik eigenlijk mijn bloemen opbouwen. En je ziet daar een bloem die precies wat anders is dan de andere. Dat is een stans. Die zie je hier. Dus ik heb die uitgestans uit een wit velletje. En dan bewerkt met oxides. En dat zal ik jullie tonen hoe dat ik dat gedaan heb. Dus ik haal het papiertje er gewoon uit. En dat is gewoon wit kortstok. Ik denk zelfs dat het wat dikker, gewoon dikker wit printpapier is dat ik gebruikt heb. En ik neem verschillende kleurtjes roze. En ik ga dat wat opbouwen. Dus ik heb gewoon eerst eens gekeken welke roze ik juist wou gebruiken. Ik begin altijd met het lichte roze. En je ziet dat, dat die blaadjes er wat uit kunnen. Ik schuif daar een papiertje tussen. Zodanig dat ik het witte randje wel nog heb, maar enkel de blaadjes ga kleuren. En dat doe ik met zo'n een foompje. Hè, een, hoe noemen we dat nu? Een blending tool. En ik ga altijd de randjes wat donkerder doen. En dan, als je dat zo doet zoals ik het doe, dan ga je het, de overgang heel goed zien. Maar dan uiteindelijk ga ik dan nog eens over dat blaadje met het lichtroze. En dan gaan die twee mooi in elkaar over. En zo doe ik dus eigenlijk heel dat bloemetje. En ik had die eerste bloem had ik eigenlijk gedaan als ik de stans juist gekregen had. Ik wou eens testen met die bloem wat ik daarmee allemaal kon doen. En dat was met een andere kleur roze. Dus die ga ik ook nog een beetje aanpassen zodanig dat ze bij elkaar passen. Uiteindelijk heb ik zo drie van die die. Nee, drie, zelfs meer denk ik, ja. Ah nee, ik heb ze drie keer uitgestanst. Maar ik heb dan uiteindelijk bloemetje zelf nog in stukjes geknipt. Omdat ik het niet overal in zijn geheel wou gebruiken op de pagina. De blaadjes zelf die heb ik dan ook met distressoxide gekleurd. Dus je kan die gewoon wit natuurlijk gebruiken. Allee, het gewoon wit uit. Snijden. Maar ik vond dat wel tof om hier wat kleur aan te geven. Een keer iets anders, hè, om dit met de oxides te doen. In plaats van altijd te spetteren of packaging techniek of gewoon te stempelen, is dit nog eens iets anders. En dan wil ik die 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 erbij zit, ja, ja, die cutfile, ik zal het zo, ja, ik kon even op mijn woorden weer niet komen. Ik wou die ook kleuren en ik ga de bloemetjes hier ook gewoon in het roze kleuren. En dan zo, ja, die cutfile wat kleur geven. Het groene van de blaadjes geef ik dan. En als ik dat nu het eerst zie, dan denk ik, wat heb ik gedaan? Dat had ik niet moeten doen. Maar het komt goed. Het komt altijd goed. Ja. Ik ga het zelfs wat verder drijven en ik ga er nog wat nouveau drops op aanbrengen. Die doe ik op de blaadjes, zodanig dat dat nog wat rozer wordt. En je ziet, als je dat wat groter bekijkt, dat dat eigenlijk wel echt... ja, ik vind dat wat... Hoe zal ik het zeggen? Ik ben op het juiste woord aan het zoeken. Wat tacky. Wat, ik
cliché. Ja, ik weet niet hoe ik het moet noemen, maar ik vond het niet zo mooi eigenlijk. Maar toch kleef ik het op mijn blad. Ik ga dat niet verloren laten gaan. Waarom kleef ik het er toch op? Omdat daar toch heel wat bloemen over gaan komen. En dan komt dat dat wat ik bewerkt heb met die Nuvo drops, dat gaat daar niet zo fel in voorkomen. Dat gaat zo een beetje een schittering achter mijn bloemen zijn. En dan gaat dat een heel ander effect geven. Dus daarom laat ik het er wel in. Dus ik gooi het niet weg, maar ik ga het gewoon oplossen. En dus je ziet hoe ik mijn bloemen aanbreng. De bloemen, de gestanste bloemen, ga ik aanbrengen met foamtape. Zeker onder de blaadjes, zodat je die dimensie wat meer ziet. En dan ga ik echt heel wat bloemen aanbrengen. Dat heb ik niet allemaal gefilmd. Ik denk dat de camera uitgevallen is of ja, misschien heb ik dat op een andere dag gefilmd en was het daarmee. Maar je ziet het idee wel, hè? Dus ik bouw op, met de grote bloemen begin ik en dan alleen met de gestanste bloemen begin ik en dan ga ik daar al die kleine bloemetjes tussen gaan plaatsen. Op het einde heb ik er ook nog wat labels tussen gezet en hier en daar een woordstripje en dat was het. Eigenlijk is daar niet zo heel veel aan, maar wel veel knipwerk en ook wel wat kleurwerk natuurlijk. Ja, maar voor de rest is die pagina redelijk leeg. Dus niet overdreven veel mixmedia en zo. Hopelijk vonden jullie het leuk om te kijken. Ik zie jullie in een volgende filmpje. Dag!